Is dat dan heel onwerkelijk om hier te voetballen dan? Nou ja, inderdaad. Normaal gesproken is de focus gewoon totaal op voetballen. En de jongens voorbereiden. En nu heeft de gedachte heel erg gelegen aan een hele andere zaak. Nou, zo bezien hebben ze het zo gek nog niet gedaan eigenlijk. Nee, ja, qua stand, qua doelpunt was het prima. En bij Vlagen was het spel ook naar behoren. En bij Vlagen ook niet. Dus qua tempo spelen in de wedstrijd, dat had nog wel hoger gekund. En ook de eindfase zeg maar, kan beter. Allemaal dingen die je tegen zo'n ploeg zeg, van een hoger niveau wil terugzien. Nu heb je vandaag ook kort gesproken met mijn collega Jan-Dirk Stouten. Je hebt al een beetje volgens mij laten doorschemeren. Dit is zo'n rare situatie. Jij zal wel voorlopig even de kar gaan trekken. Maar heel lang wil je dat geloof ik niet doen. Of ligt het toch anders? Het enige wat ik daarover wil zeggen is dat wij als totale staf eigenlijk enorm verbaasd waren naar hetgeen wat gisteren gebeurd is. Niet alleen over technisch, maar ook medisch, ook facilitair. We hebben totaal geen signalen gehad van alle drie de stafleden, zal ik maar zeggen. Dat dit zou kunnen gebeuren. En wat er toen gebeurde was iedereen helemaal van in de war. En daardoor ook enorm teleurgesteld in de manier zoals het zeg maar gegaan is. Dat hebben we met elkaar als staf. En we hebben ook afgesproken als totale straf met de directie dat wij voorlopig inderdaad de honneurs waarnemen. Maar op korte termijn heel snel rond de tafel willen. Want dit breekt jouw motivatie ook een beetje? Nou, daar wil ik het bij laten.